Welkom terug weer op het hoofdpodium. DJ's, dank jullie wel voor dit lekkere plaatje weer tussendoor. Als er verzoeknummers zijn, dan kan dat natuurlijk de hele dag door. Dus geef ze gewoon lekker aan de mannen van de Zwarte Groef uit Breda. Hoofdpodium wordt mede mogelijk gemaakt door Lift Insight en T-Pex International. En nu hebben we 3 opnames van de Eindgoed Vastgoed podcast. Superleuk dat we dat hier gaan doen in de studio. Maarten en Sander Schimmelpenning, Maarten de Gruyter, welkom dat jullie hier zijn. Superleuk om hier te zijn. Ja, leuk om hier te zijn. Waarom zijn jullie gestart met die Eindgoed Vastgoed podcast? Wat was voor jullie de reden? Jeetje, nou, wij stonden een keer samen op het podium bij ABN AMRO op de Provada. Ja. En daar is eigenlijk het idee ontstaan om een keer iets samen iets te doen. En toen had ik volgens mij hele ouderwetse ideeën en Sander kwam meteen met... Nou ja, ik ben een groot fan van het medium podcast geworden, omdat het enorm in populariteit stijgt en vooral bij jonge mensen. Hey, ik maak natuurlijk tv, ik maak blaadjes en ik maak podcast. En podcast is het enige medium waarbij de gemiddelde leeftijd van de gebruiker lager ligt dan mijn eigen leeftijd. Terwijl bij tv, ja, dus de helft is 65 plus en die vallen in slaap als ik daar aan mijn tafel zit. Dus dit wordt een heel flitsend en snel interview? Ik denk het wel, ja. Zullen we de eerste spreker er gewoon eens bij roepen die jullie hebben? Kom van Oostrom? Ja. Komt helemaal goed. Schuiven we langzaam even iets op en dan heel veel plezier. Dankjewel. Ja, Maarten, ik wil nog even bij jou beginnen. Hoe is het met jou? Want zo beginnen we altijd. Zo beginnen wij de podcast. En dan ja, gaat goed. Dat zeg ik altijd, maar... Je bent nu nog bruiner en welvarender dan de vorige keer. Ja, ik heb nog nooit veel gegolfd. Het is eigenlijk het is heel raar, maar het is eigenlijk een hele bijzondere tijd. Je golft meer dan ooit en je maakt je eigenlijk geen zorgen. Nou, daar ben ik gewoon mee gestopt. En volgens mij zitten we allemaal een beetje in hetzelfde schuitje. En ik zie toch steeds meer kansen ook. En ik neem het gewoon. Ja, want ik heb het idee dat iedereen, en dus ook de vastgoedwereld, een beetje tussen hoop en vrees schippert. Aan de ene kant de hoop dat het toch misschien niet een V, maar wel een U-crisis wordt, waar we vrij snel weer uitkomen. Maar aan de andere kant ook wel de vrees dat we de grootste klap natuurlijk nog gaan krijgen. Wat is bij jou het gevoel dat overheerst? Ik denk dat de klap veel groter gaat worden dan mensen verwachten. Ik denk dat we echt shift gaan krijgen in hoe de markt in elkaar zit. En dat is heel verschillend. De woningmarkt zal minder geraakt worden op die manier. De retailmarkt heel veel. Ja. Ik denk dat bij de hotelmarkt de klap heel groot is, maar dat het herstel ook groot zal zijn. En de grote vraag voor ons is, wat gaat er gebeuren met de kantorenmarkt? Want al dat thuiswerken, gaat dat nou fundamenteel leiden tot een shift in de manier waarop die kantoren gebruikt worden? En levert dat heel veel extra leegstand op in Nederland en ook in het buitenland? Ja. We hebben een bedrijf in Amerika en in Amerika merk je dat die high-rises eigenlijk, iedereen is er angstig voor. Mensen hebben niet zoiets, kunnen we beter liften, kleine ruimtes. Kleine liften. UBS heeft al gezegd, we gaan dit jaar onze kantoren niet meer gebruiken, de rest van het jaar. Die hebben een hoge toren in Manhattan en ze vinden dat gewoon te gevaarlijk als er geen vaccin is. Ja. Leidt dat er nou toe dat die mensen de stad uitgaan zometeen? En is dan ook in Nederland een locatie als de Zuidas misschien overpriced vergeleken met andere locaties? Nou, die vragen houden ons een klein beetje wakker. Ja. Want jullie zitten natuurlijk eigenlijk toch in een verschillend spel. Hè? Jij bent ontwikkelaar. Nou ja, jullie zijn allebei ontwikkelaar. Ja. Maar jij bent meer een herontwikkelaar. Of hoe moet ik je... Nee. Waarom is er een verschil waarom jij je wel zorgen maakt en jij niet? Nou, ik denk dat het de vraag is, maak ik me persoonlijk zorgen? Ik ben het helemaal mee eens. Ik denk dat er enorm te klap, hè? Dat heb ik ook al vaker gezegd tegen jou. Ik denk dat die nog veel groter wordt dan iedereen denkt. Daar ben ik het mee eens. Maar je hebt gewoon besloten dat het geen zin heeft om je nu al te verzorgen te maken. Kijk, als ik het enige bedrijf zou zijn die in een schuitje zou zitten, wat aan het zinken zou zijn, dan zou het heel vervelend zijn. Maar wij gaan gewoon door. Ik bedoel, we gaan er allemaal aan. We gaan er eigenlijk allemaal aan. Het is best gezellig. Ja, dat is die muziek die je op de achtergrond hoort. Ja, de Titanic staat hier te spelen. Nee, maar ik bedoel, er komen ook altijd weer kansen. En ik denk dat het juist heel interessant is om te kijken hoe ga je mee met die veranderingen. Maar ik vind het wel mooi wat je zegt, want als ik terugkijk op 2008, en die crisis hebben we natuurlijk ook allemaal meegemaakt. Als ik nou het helemaal over zou kunnen doen, dan zou ik van tussen 2008 en 2011 3 jaar zijn gaan golven, wereldreis hebben gemaakt, leuk met de kinderen op stap zijn geweest. Stilstaan, niks doen, kosten terugbrengen, rustig dat bedrijf intact laten, zoveel mogelijk. En dan in 2011 terugkomen en dan vervolgens volle bak weer aan de slag gaan. Ja. Maar ja, nu is de grote vraag, is dat weer een strategie? Of deze crisis is natuurlijk weer helemaal anders dan de vorige crisis. Ja. Of is dit het moment om juist te gaan herdenken hoe je dingen doet? Ja. Wat wij wel verwachten is dat een miljoen vierkante meters kantoren herontwikkeld moeten worden. Want die moeten duurzaam worden, die moeten gezond worden, er moeten allerlei andere dingen gebeuren. En er zijn niet zo heel veel partijen die daar goed in zijn. Hè? Jij kan dat, wij kunnen dat. Maar er zijn weinig partijen die echt in dat fijne segment kunnen gaan werken. Dat zou voor ons een oplossing kunnen zijn. Ja, want de vraag die je net opwierp,
gaan we nog wel zo massaal op kantoren werken als we gewoon waren? Wat is jouw gevoel daarbij? Nou, ik zou zeggen, ik denk dat we nooit meer helemaal teruggaan naar de volle kantoorbezetting zoals we die gewend waren. Dat denk ik ook. Bij mij op kantoor was het zo dat mensen eigenlijk al de vrijheid hadden als ze wilden om een dag of een twee dagen thuis te werken. Of is om 11 uur te beginnen als je 's ochtends een contract wil lezen. Ja. Omdat thuis kun je dingen anders doen dan op kantoor. Ja. Dat geldt niet voor iedereen. Als je thuis kleine kinderen hebt, dan ben je blij dat je snel naar kantoor kan. Dus dat is een onderscheid. Ja. Maar ik denk dat die rigiditeit die we hadden van gij zult om 8:30 maandagochtend op kantoor zijn, die is definitief voorbij voor iedereen. Maar ik denk ook dat je gaat zien dat mensen het fantastisch vinden om naar het kantoor terug toe te komen, mits dat kantoor leuk is. Nou, 90% van de kantoren in Nederland zijn helemaal niet leuk, want dat zijn gewoon werkplekken en zo worden ze ook gezien. Die vreselijke kantoortuin overal. Ja, dramatisch. Is maar veel te 100 keer bewezen dat het onzin is? Het kan werken voor een bepaalde organisatie, maar wat je nu gaat zien is dat als je naar kantoor komt, wil je gaan samenwerken met andere mensen. Nou, dat samenwerken, dat moet je goed in elkaar zetten. Dat moet leuk zijn, er moet een mooie kleur op de muur zitten. Je moet de koffiemachine upgraden, er moet communicatie zijn. Ja. Nou ja, en dan kun je thuis ook prima een contract lezen of iets anders wat je moet doen. Dat hele creatieve proces, dat moet wel op kantoor gebeuren. En wat ik merk als je naar die Anglo-Saxische bedrijven kijkt, de tech sector in Californië, die zeggen dan van nou, we kunnen alles vanuit huis doen. Maar dat zijn een stel autisten, want als je een creatief proces hebt, dan wil je toch mensen in de ogen kijken. Nee, voor nerds en introverts is het prima. Is het prima om thuis te werken. Voor creatieve, extroverte mensen is het een drama. Is het een drama? Is het nog steeds leuk om een dag thuis te werken, maar niet 5 dagen? Nee. Nou, ik denk ook voor die eerste categorie die jij noemt, de nerds en introverten. Ja. dat ook voor die groep uiteindelijk, om je verbonden te voelen met een bedrijf, om een bepaalde cultuur mee te krijgen, zul je toch ook af en toe een keer naar een kantoor moeten gaan. Ja, ja. Want anders is het ook om. Maar misschien niet elke dag. Nee, niet elke dag. Maar anders is het ook, dan stapt iedereen ook dadelijk voor €50 over naar het andere bedrijf. Want of ik nou hierin klop voor de ene of voor bedrijf B, dat maakt het niet uit. Dus ik denk, weet je, dat daar ook wel een. Maar ik vind het interessant, ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt, maar dat we zitten natuurlijk nog helemaal niet zo heel lang in die crisis. Hè, 3 maanden of wat is het? Ja. Dat er al zoveel mensen pretenderen te weten waar het al helemaal naartoe gaat. Ja. Nou, dat vind ik ook. En wat ik ook ingewikkeld vind, wij hebben investeringsbeslissingen die we aan het begin van het jaar wilden nemen, die uitgesteld zijn door de crisis, maar die nu wel echt genomen moeten worden. En dat gaat om concreet om koop je dat stuk grond in Berlijn voor toch wel heel veel geld. Nou, dat kun je dan misschien met heel veel moeite bij elkaar krijgen, maar je weet werkelijk niet waar de huurprijzen zijn over 2 of over 3 jaar of de aanvangsrendementen. En dat, dat leidt ertoe dat je misschien voorzichtig wil zijn. Maar als je heel voorzichtig bent, dan heb je weer een dure organisatie. Dus je moet ook, om door te gaan, wel blijven investeren. Maar merk je dat mensen een beetje naar elkaar beginnen te kijken? Van ja, wie gaat wat doen? Dat je vertrouwen haalt uit het gedrag van anderen, zal ik maar zeggen. Ja, wij kunnen een groot project doen in Duitsland. En daar zeggen de financiële instellingen tegen ons, we hebben geen proof of pricing. Dus we zien geen transacties in de nieuwe realiteit. Dus we weten niet hoe we het moeten prijzen. Nee. En dus zijn we heel erg voorzichtig. Nou ja, en voor ons geldt dan hoeveel moed heb je, hoeveel equity durf je erin te stoppen om toch door te gaan. Ja. Duurzaamheid is natuurlijk altijd een thema dat jou aan het hart gaat. Ja. De tijd dat we, laat ik het zo zeggen. In de vorige crisis was dat natuurlijk een thema dat weer even op de achtergrond werd gezet. Dus in 2006, 2007 ging het ook over duurzaamheid. Maar toen kwam de crisis en toen ging het 5 jaar lang over hoe houden we het hoofd boven water. Ja. Duurzaamheid ging naar de achtergrond. Nu zijn we daar ook allemaal weer mee bezig geweest de afgelopen jaren. Ben je niet bang dat het nu weer totaal naar de achtergrond verdwijnt? Nee, en dat heeft ermee te maken dat ik denk dat we heel veel geld vanuit Europese overheden en Nederland gaan zien wat de maatschappij weer in gaat stromen. Dat geld dat gaat voor een groot deel ook naar vastgoed, denken we. En dat gaat ervoor zorgen dat er meer woningen gebouwd kunnen worden en dat die duurzaamheid een grotere rol gaat spelen. Die Green Deal die Timmermans voor ogen heeft in Europa, die gaat het ook in zich hebben dat er een soort carrot and stick approach komt. Waarbij mensen beloond worden als ze hun kantoren vergroenen of hun ziekenhuizen of ander vastgoed wat ze hebben. Maar een boete krijgen als ze dat niet doen. En ik ben ervan overtuigd dat al het geld wat zometeen hier naar binnen stroomt, in die hele economie, dat dat allemaal een groen etiket gaat krijgen. Dus als je niet meegaat in die groene beweging, dan doe je niet mee. Waarbij overigens Nederland al relatief voorop loopt. Hè? Want de Nederlandse vastgoedmarkt is over de breedte eigenlijk al heel erg bezig met die beweging. Als je dat vergelijkt met Duitsland of met Polen, dan merk je dat ze daar enorm achterlopen. Denk jij dat ook, Maarten? Want kijk, duurzaamheid wordt vaak toch
als een, nou ja, laat ik het zo zeggen, het verdienmodel is nog niet altijd even duidelijk achter duurzaamheid voor veel mensen. Dus dan kun je zeggen, nou ja, zo'n crisis die gaat niet een katalysator vormen voor meer duurzaamheid, maar gaat het toch weer afremmen. Nou, wat ik ook interessante vraag vind aan Koen is, die duurzaamheid, ik denk dat is helemaal geen, dat is niet zo van, daar stoppen we nu mee of zijn weg terug, want het is ook de gebruiker eist het gewoon, ja. De financier eist het, de overheid eist het. Dus het is helemaal, ik denk dat de Nederlandse ontwikkelaar dat is een standaard. He, ik denk ook niet voor niets dat, ik denk dat Koen waanzinnig als marketing altijd ook heeft gebruikt de duurzaamheid. Maar jij bent ook daar, duurzaamheid is niet meer jouw primaire marketingstrategie volgens mij, maar dat is technologie. Ja. En dat vind ik eigenlijk een interessante vraag. Denk jij dat daar wel een stop op gaat komen? Investeren in echte proptech, zeg maar, echt vernieuwende dingen. Want dat denk ik wel een beetje, dat mensen daar toch terughoudender in zijn. Maar hoe kijk je daar? Dus ik zit eigenlijk nog ik ben 10 jaar terug in mijn gedachten. Duurzaamheid moeten we het helemaal niet meer over hebben, want het is gewoon standaard. Het is gewoon, daar hoeven we niet meer over te praten. Full stop, helemaal eens. Okay. Ja, dan komt technologie. Dan kan ik twee dingen vertellen. Aan de ene kant is het zo dat als je die grote proptech bedrijven internationaal, WeWork, Knotel, Katerra, et cetera, die gaan allemaal waanzinnig zwaar. En ik denk zelfs dat we dit jaar grote faillissementen gaan zien van een paar van die bedrijven. Dan gaat die sector natuurlijk hard raken. En tegelijkertijd, als wij nu praten met grote eigenaren van vastgoed of grote huurders van vastgoed, die wereldwijd veel vastgoed hebben, die zeggen allemaal hetzelfde. Wij willen in die kantoren in de toekomst weten wat ons energieverbruik is. Wij willen weten hoe de air quality is in al die gebouwen. Wij willen weten wat de bezetting is. Want als je flexibel gaat werken in een kantoor, betekent dat ook dat niemand meer zijn eigen bureautje heeft. En dat betekent dat je moet gaan samenwerken op verschillende bureaus. Maar dan is het wel handig om een appje te hebben dat je je bureautje kan boeken of een vergaderkamer kan boeken. Ja. Dus die technologie gaat een grotere rol spelen. En ik heb geen twijfel dat alle professionele kantoren, maar dat geldt ook voor ziekenhuizen en dat geldt denk ik ook voor scholen, een basistechnologie gaan krijgen in de komende 10 jaar, waarin je kan zien, wat is nou de air quality in deze ruimte, hoeveel CO2-uitstoot is er, misschien iets over virussen, over zonlicht en andere elementen, die je allemaal individueel kan zien op je appje, en daarmee een betere klimaat kunnen maken in die gebouwen dan wat we in het verleden hadden. Ja. En maak jij nou intern al andere beslissingen, nu je weet, nu we in de coronatijd leven, als het gaat om investeren in dat soort zaken, denk je dat nu toch, want dat was eigenlijk de vraag van Maarten, even op de rem, even kijken hoe het gaat. Toch allemaal even naar elkaar kijken? Ja bij ons staat eigenlijk alle projecten staan toch wel een beetje op de rem. Om even te zien welke prijzen er gaan komen. Ik verwacht wel dat we nog deze zomer een paar grote beslissingen wel gaan nemen. Ik denk ook dat die positief gaan uitvallen. Maar waar geen vraag over is bij ons, dat is het investeren in technologie. En dat moeten we gewoon gaan uitrollen. Daar is zoveel vraag naar. Ik vind het wel moeilijk, want als vastgoedbedrijven in technologie gaan, zijn wel twee verschillende werelden. Ja, heb je wel de juiste mensen daarvoor in huis? Ja, we hebben daar mensen uit de vastgoedomgeving. En we hebben de nerds aangenomen. Ik moet dat met respect zeggen, want er zitten echt goede, slimme mensen. Oh ja, was ik maar een nerd. Maar het zijn niet de typische mensen die wij vroeger aannamen. Die zeiden, de eerste vraag was altijd, wat voor auto krijg ik? Ja. En dit zijn hele andere mensen die hele andere ideeën, belangen hebben. Hele andere achtergronden hebben. Maar wat wij leuk vinden, wij krijgen nu mensen uit MIT... die zeggen van, hey, I studied computer science en ik wil graag in die smart city omgeving werken. Kunnen jullie mij helpen om daar een plek in te vinden? Want dat is wat jullie doen, dat is de toekomst. Ja. Nou ja, dan hebben we op kantoor natuurlijk ook jongens rondlopen met naar achterkant haar. En die zeggen, wanneer is de volgende meeting weer? Wanneer mogen we weer, weet je wel? En die spanning. Bruine schoenen en leasebakken. Ja. Dat, ja. Mm-hmm. Bij jou vooral bruine schoenen en leasebakken? Of hebben jullie ook nerds in dienst tegenwoordig? Ik ben even de draad een beetje kwijt. Och, Maarten. Ik probeer heel moeilijk met mijn brilletje te vragen. Je wordt de oude man hier met brilletjes aan het vragen gooien. Te lezen, maar er wordt alleen maar gechat onderling. Dus dat is lastig. Oh, ze zitten met elkaar te ouwehoeren. Ze zitten met elkaar te ouwehoeren. Je probeert wat vragen op te pikken van het kijkende publiek. Kijk, Michiel Steenhuis zegt, wat een ouderwetse conservatief onderscheid in mensen met kennis van IT en niet IT. Oh, pardon, dat is voor mijn rekening. Ja, ik denk. Dat is mijn rol als journalist, hè? Sommige tegenstellingen wat scherp neerzetten. Ja, mensen moeten dat wel even gewoon duidelijke vragen stellen, want anders kom ik tegen. Nou, laten we even doorpraten. Het gaat natuurlijk in deze tijd ook over kansen. Jullie hadden het net over de vorige crisis, waarbij je eigenlijk achteraf zegt van, nou ja, ik had gewoon drie jaar lang met mijn kinderen moeten gaan spelen en investeren in mijn eigen persoonlijke geluk, zou ik maar zeggen, want zakelijk, ja, was niet zoveel te doen. Nou is het natuurlijk moeilijk om dat nu in te schatten, maar lijkt het toch wel lang te gaan duren.
Dus is dat nou eigenlijk de boodschap aan Vastgoed Nederland? Ga lekker chillen, ga lekker golven in Frankrijk, zoals jij de hele dag doet, met je vrienden. of moet je wel scherp zijn voor de kansjes? En want David Hart, die we straks spreken, die zei van, nou, dit is een toptijd. Ik sta helemaal aan, iedereen valt om en ik pak ze allemaal op. Ja. Waar wij in werken is een markt die zo institutioneel is dat er niemand omvalt. Want die hele grote pensioenfondsen, die sudderen gewoon lekker door. Ik denk dat er bij ons heel veel kansen in die technologie zitten, waar we het net over hadden. Ja. Maar wat je wel altijd ziet, is dat die vastgoedmarkt heeft een heleboel vertraging in zich. Dus dan heeft iemand een stuk grond en die weet dat de buurman verkocht is voor 10 miljoen. Ja. Dan denkt hij, nou, dan ga ik meer dan 10 miljoen maken. Misschien dat vandaag die grond nog maar 7 miljoen waard is. Ja. Maar dat duurt 2 jaar voordat die man bereid is om voor 7 miljoen... En die vertraging, dat zit nooit in economische modellen, hè, want die zijn perfect. En dan krijg je vragen en aanbod, sluit die direct bij elkaar aan. Ja. Maar er is een soort vastgoedfactor in die modellen die ontbreekt. En die leidt ertoe dat het beter is om heel even te wachten in sommige modellen. Ik had het er gisteren over met de gemeente Amsterdam. Die wilde vorige zomer een aantal stukken grond verkopen. Dat ligt nog steeds. Maar die prijzen daarvan zijn niet meer realistisch op basis van wat er nu speelt. Ja. En toch zegt zo'n gemeente, ja, maar we hebben een notitie grondprijzen in Amsterdam. En voordat we dat weer veranderd hebben, moeten we terug naar de gemeenteraad. En, papieren werkelijkheden zijn moeilijk te veranderen. En die realiteit die duurt heel lang voordat die weer terug is. Ja. Hoe, volgens mij de vorige crisis zijn natuurlijk heel veel bedrijven wat afgeslankt. Volgens mij OVG toen ook. Ja. De vorige crisis. Ja. Hoe kijk je daar nu tegenaan, tegen jullie bedrijf, de komende anderhalf jaar? Ja, voor ons is de grote vraag, wat doen we met Amerika? Ik ben echt heel erg geraakt door het feit dat we een jaar lang Amerika niet in mogen. Het ziet er nou uit dat we tot het eind van het jaar die kant niet op mogen. We hebben daar twee hele grote projecten van bij elkaar 1 miljard euro. Dan krijg je toch de vraag van, ja, kunnen we daarmee verder? Nou, die projecten die gaan we wel afmaken. Maar of we nou nieuwe dingen gaan doen in Amerika, ik merk nu hoe ver weg het is. Tegelijkertijd in Europa zien we een enorme vraag, ook van grote beleggers, maar ook van grote huurders. Die zeggen, hey, ons vastgoedproduct klopt niet meer met wat we nu in de toekomst nodig hebben. Ja. Met dat thuiswerken, met al die andere elementen. Kun je ons helpen om die app te bouwen? Kun je ons helpen om andere vierkante meters te vinden? We hebben nog een heel groot pand staan in Parijs, dat hebben we niet meer nodig. Maar we hebben een nieuw kantoor nodig in Londen. Kunnen we eens een deal doen? En er zijn heel weinig vastgoedbedrijven in staat om over grenzen heen voor die hele grote partijen maatwerk te leveren. En daar hebben wij een voordeel. En daarmee hoeven we dan ook niet altijd te concurreren met lokale spelers. Die vaak veel beter in het netwerk zitten in Berlijn of in Londen. Ja. Maar door die grotere deals te doen, kun je daar wat makkelijker mee in contact komen. Ja, en dan blijft wel die hele moeilijke vraag als je dan toch dat stuk grond nu kan kopen. We hadden het net over dat stuk grond van 10 miljoen. En dat sluit dan aan bij die grote huurder uit Parijs die dan toch dat stuk grond nodig heeft. Doe je dat dan wel of wacht je? En dat zijn de moeilijke afwegingen. Maar als je het even uitzoomt en misschien ben ik te negatief hoor, maar als je het netto sommetje zou maken op dit moment, hebben we meer of minder kantoorruimte nodig? Dan is het toch gewoon het eerlijke antwoord alleen maar minder. Ja. We gaan toch gewoon minder ruimte nodig hebben. Dus er komt een overschot, er komt leegstand. Maar als je nou Philips bent en je hebt een kantoor, en een heel concreet voorbeeld. Hè. Philips heeft een kantoor staan bij de Amstel in Amsterdam. En die hebben nog heel veel panden staan in Eindhoven. Ja. En hoe ziet hun pakket er nou uit over 5 jaar? Dan denk ik dat ze niet weggaan uit Amsterdam. Ik denk dat ze die toren die ze nu hebben wel eens een keer zouden willen herontwikkelen. Dat ze daar wat mee willen doen. Ik denk dat ze kantoren in Eindhoven niet meer nodig hebben. En dan zie je dat er nog wel eens voor de vastgoedsector heel veel werk kan ontstaan om woningen te gaan bouwen in Eindhoven. Om dat kantoor in Amsterdam te herontwikkelen en overal die nieuwe technologieën aan te brengen. En dat hoeft voor ons helemaal niet slecht te zijn als vastgoedbedrijven. Nee. Alleen als je naar de kwantiteit van de markt kijkt, die is nu 55 miljoen vierkante meter. Ja. Die zou easy terug kunnen onder de 50 of zelfs naar 45 miljoen vierkante meter. Ja. Het is wel zo, als mensen allemaal 2 dagen thuis werken, dan geldt dat om te beginnen al niet voor alle kleine huurders, want dan merk je dat effect veel kleiner is. Dus het is niet zo dat de markt 40% kleiner wordt. En wat je ook merkt is dat mensen heel veel extra vergaderkamers aan het bouwen zijn. Dus dat ze veel meer ontmoetingsplekken willen hebben in kantoren. Ja. Wat wij denken dat definitief voorbij is, dat zijn die legbatterijen waar mensen op 8 vierkante meter zij aan zijn in open ruimte zitten. Ja. Daar werden ze ook overal. Maar dat is eigenlijk goed nieuws, want dan die meters die je minder nodig hebt, ja, die ga je toch weer benutten omdat je meer ruimte wil hebben. Ja. Dus wij denken dat er zo 20-25% minder bureautjes in een kantoor gaan zijn in de toekomst. Maar dat bureautjes die er zijn wat meer meters gaan krijgen, dat er ook wat meer vergaderkamers zijn.
De grote vraag is, leidt dat de macro toch toe dat er dan nog altijd minder kantoren nodig zijn, minder vierkante meters? Ja. Ik verwacht dat een beetje, maar het effect zal ook niet reusachtig zijn. Ja. En het zal waarschijnlijk zo zijn dat wederom de perifere locaties, Diemen en Nieuwegein en Capelle aan de IJssel, dat die de klappen krijgen en dat de hele goede binnenstedelijke plekken op openbaar vervoer, dat die wel doorgaan. Ja. Och, de arme Nieuwegein krijgt weer de klappen. Langs de snelweg in Zaltbommel, die vreselijke rits. Ja. Dat vind ik misschien wel de lelijkste plek van Nederland. Ja. Ja. Dat is echt ongelooflijk. Allemaal leeg. Ja. Geen centraal beleid, hè? Zaltbommel bedoel je? Ja, dat lange stuk met al die gebouwen langs. Ik heb daar gewerkt in een kantoor. Oh. Een van die kantoren. Oh, ik ben je aan het beledigen. Nee, helemaal niet. Ja, misschien is dat nog wel een dingetje ook voor deze crisis. Ik denk dat de vastgoedsector zelf als het ware wakker moet worden en moet snappen, er is een nieuwe realiteit. Ja. Maar de politiek moet ook wakker worden. Het is echt tijd voor een masterplan van Nederland. Ja. Want als die kantoren nou wegvallen, dan moet je wel even nadenken, hoe gaan we dat dan doen? Wat doen we met openbaar vervoer? Wat doen we met snelwegen? Waar worden die woningen dan gebouwd? Ja. Als die mensen daar gaan wonen en ze werken ergens anders, dan krijg je weer verkeersbewegingen. Ja. Dat plan is er niet. En dat komt omdat, je weet, ik ben zelf een VVD'er en ik vind dat een prachtige partij. Er is één ding echter wat ze niet altijd goed doen. Ze houden niet van centrale regie. Maar dit is nou één dossier waar je wel echt even een masterplan voor Nederland moet maken. Een beetje meer Chinese mentaliteit bij de VVD. Een vleugje. niet te veel. Maar dat is wel een interessant element, want dat hoor je natuurlijk van veel mensen op allerlei vlakken, niet alleen vastgoed. Die zeggen, deze crisis is eigenlijk niet diep genoeg, vooralsnog, om een echte reset te bewerkstelligen. Hè? Want er zijn natuurlijk allerlei mensen die een agenda hebben en dit als het moment zien om die door te drukken. Duurzaamheid is er één van. Ja. De regering zegt, we helpen alleen bedrijven als ze duurzaam zijn. Er zijn natuurlijk ook mensen die willen belastingen hervormen. Er zijn mensen die willen dingen aanpassen in zorg. Maar heel veel mensen zeggen, deze crisis is eigenlijk net niet diep genoeg. Net zoals de vorige crisis net niet diep genoeg was om echt een reset in ons denken te bewerkstelligen. Ja. Denk jij dat er zijn te veel vested interests misschien. Ja, waaronder de belangenbehartiger van de VVD is toch altijd wel goed om de gevestigde belangen te behartigen. Ja, als je kritiek kan hebben op de VVD is het misschien wel dat hun innovatiekracht niet altijd heel groot is. Ze hebben de vorige crisis wel goed gedaan. Hè. Ze hebben veel dingen opgelost en verder gebracht. Ik was nooit te veel bezuinigd. Nou, ik was nooit zo fan van de hypotheekrenteaftrek. Dus het was goed dat daar een keer wat aan werd gedaan. Ja. Dus ik denk dat je moet ook dapper zijn in zo'n fase. En dat heeft de VVD goed gedaan. Ja. Ik was er onderdeel van het plan wat toen werd gemaakt. Dus daar moet ik ook een beetje positief over. Ja, dat kun je niet zeggen. Maar er is één ding wat je vergeet. En dat is deze crisis, als je die vergelijkt met 2008. 2008 hadden we twee crisissen. De eerste keer 2008, Lehman failliet, alles wat daar gebeurde. En daarna, een paar jaar later, dat Griekenland begon te wankelen. Ja. Het is altijd de tweede schok die de meeste schade veroorzaakt. En ik denk dat de grote vraag voor ons nu is, wat gaat er over 2-3 jaar gebeuren? Het kan zijn dat Italië nu aan de beurt is en zegt dat er een populist op staat en dat de Italianen boos zijn op Nederland en Duitsland, te weinig geld hebben overgemaakt en dat ze wat verlaten. Het kan ook zijn dat de tweede schok compleet onverwacht ergens anders vandaan komt. Nog een pandemietje. Nog een pandemietje of dat de climate change ineens. Dit soort risico. Dingen. En als er nou weer zoiets gebeurt en dingen die nu al een beetje wankel zijn, onze staatsfinanciën gaan wel een stapje achteruit. Hè, dus dan kan het zijn dat die tweede klap zo groot wordt dat we daar echt last van gaan krijgen. En dat vind ik dus ook het lastige nu met investeren. Was dit het? Nou ja, dan kunnen we weer volle kracht vooruit. In 2009 heb ik 3 grote transacties gedaan. En toen dachten we, we zijn er doorheen en kijk eens hoe goed het gaat met ons en wat mooi. Projecten gefinancierd. We hebben toen bijvoorbeeld het Eneco hoofdkantoor hebben we getekend en gebouwd. Maar binnen een jaar gingen die prijzen nog veel harder naar beneden dan in 2008. Ja. En daar hebben wij de meeste pijn van gehad uiteindelijk. Ja, in het vastgoed was het natuurlijk eigenlijk pas vanaf 2013-14 ging het weer een beetje omhoog. Ja. Dat was het ultieme koopmoment. Ja, en toen werden wij de Graveyard of Europe genoemd. Zo slecht waren de prijzen op dat moment. In de kantorenwereld. Maar je zegt ook, het is nog niet diep genoeg, maar we zijn er natuurlijk nog helemaal niet. Ik bedoel, die crisis moet nog beginnen. Ja, nee, precies. Ja. Nee, dus ik bedoel, dat is natuurlijk ook. Nee, maar je merkt, kijk, het is zo'n crisis als die we nu hebben, of zo'n pandemie, die zorgt natuurlijk voor dat allerlei mensen denken, dit is het moment om waar ik altijd al mee bezig ben, of dat nou duurzaamheid is, of belasting veranderen, hè, alle predikers als Rutger Bregman en dat soort mensen, die zeggen, dit is het moment om allerlei veranderingen door te voeren. Alleen, de meeste mensen, de gevestigde belangen, zoals jij ze noemt, die denken van, vooralsnog, de beurs staat prima hoog, de prijzen zijn nog op peil, we hebben het eigenlijk allemaal, we hebben een paar weken thuis gewerkt, maar ik moet nog maar zien. Dus dat is die hoop en vrees.
Gaat het echt mis, nou ja, dan kun je grote verandering. Maar de verleiding is natuurlijk ook toch nu heel groot om te denken, we gaan pleisters plakken en we gaan gewoon met z'n allen bidden dat we zo snel weer terug kunnen naar normaal. Ja. Ik zat gisteren in een call met het World Economic Forum en daar was interessant spreker. En die zei van ja, je kan naar de grote trends kijken en de grote trends zijn dat de beurzen weer terug zijn. Hij zei, maar vaak is het goed om te luisteren naar de soft rumors. En hij zei, als ik nou met partijen praat, wat hoor je dan op dit moment wereldwijd? En dat is toch dat mensen op een hele andere manier willen gaan werken, dat mensen op een hele andere manier willen gaan wonen. Dat als je thuis werkt, wil je ook een aparte kamer hebben. Ja. Dus hij zei, er komen enorme shifts in de manier waarop wij dingen doen, die je niet terugziet in beurskoers en andere dingen, maar die onderhuids wel spelen. Ja. Retail is denk ik vanaf volgend jaar fundamenteel anders dan laten we zeggen, een jaar geleden. Ja. Overleven grote partijen het die op dit moment in de Kalverstraat hun dingen hebben? Ja. Of hebben ze zometeen geen Kalverstraat meer nodig? Dat vind ik wel, er gaan wel echt wel interessante dingen gebeuren de komende periode. En dan kun je op dit moment beter een van jullie zijn dan Leslie Bamberger. Nou, dat zou ik niet durven zeggen. Mogen we ruilen met Leslie? Ja, is dat de vraag? Als dat mag. Los van zijn centjes in zijn portefeuille. Maar goed, bedoel, hij zal zich meer. Als je het hebt, die kwantiteit die je benoemde. Ja. Als je gewoon al die meters hebt, dan maak je meer zorgen dan als je ze ook wel een beetje hebt, maar vooral ook ontwikkeld. Ja. Ja. Als je bijvoorbeeld gaat kijken naar winkelcentra. Bijvoorbeeld die van Leslie, die lopen gewoon eigenlijk alweer heel goed. Ik denk de grootste vraag is, wat gaat er gebeuren met inderdaad die hele dure pand op de Kalverstraat? Ja. Maar zijn heleboel winkelcentra die lopen alweer wel heel goed? Goed lopen. Ja. Ja, dus ja, want die Albert Heijn draait wel weer. En als je daar toch bent, dan koop je daarnaast nog een flesje, weet ik veel. Ja. En dat gaat wel weer. Is dat ook niet een beetje wat wij consumerende stadsmensen hebben, dat we overschatten hoeveel sectoren geraakt worden, omdat wij graag uit eten gaan en reizen en zo. En dat natuurlijk allemaal geraakt is, maar de rest van Nederland eigenlijk gewoon doordraait. Nou, dat grappige is dat wij vast van mensen een beetje voorlopers zijn en dat de rest van Nederland het ook heerlijk vindt om lekker uit eten te gaan en op het terras te zitten en naar Zuid-Frankrijk te vliegen en al die andere dingen. Dus niet alleen van jullie? Nee. En dat vind ik heb een beetje geleerd nu over de technologie sector. Ik probeer een beetje die beide werelden nu te bedienen. Soms ga ik naar de MIPIM, een andere keer ga ik naar een tech-conferentie in Berlijn. Ja. Het ziet er anders uit. Een pak of een zwart t-shirt, dat ziet er net anders uit. Maar fundamenteel is het hetzelfde. Mensen vinden het leuk om elkaar op te zoeken. Mensen vinden het leuk om eens even in een hotel te zitten in plaats van thuis. En we hebben allemaal een beetje dynamiek nodig in ons leven. Ja. En ik denk dat iedereen ernaar hunkert dat zo meteen weer terugkomt. Hebben jullie geen illegale vastgoedfeestjes? Dat jullie stiekem toch in Moekerspijkstra ergens een beetje gaan borrelen met z'n allen? Nee, ik ken niet in ieder geval. Nee? Ik had mis als kiespijn hadden geborreld. De volgende MIPIM dat jullie weer mogen, dan zouden we dit jaar überhaupt niet gaan. Wij zouden dit jaar überhaupt niet gaan. Dus. Waarom niet? Ja, ik had het wel een beetje gehad. En het grappige was eigenlijk dat wij hadden voor het eerst, daar lopen we natuurlijk achter bij Koen, wij waren voor het eerst, gingen wij naar alle PropTech beurzen en naar de hotelbeurzen in Berlijn. Dat is, nou ja, niets is doorgegaan natuurlijk. Maar wij hadden eigenlijk zoiets van, ja, weet je, ik geloof het, en dus wil ik helemaal niet af, want volgend jaar gaan we weer. Maar ja, kijk, als ik op de MIPIM rondloop, daar ken ik iedereen natuurlijk al wel. Ja. En die PropTech vond ik wel heel interessant om daar als bedrijf nog eens geïnspireerd. Ja. Weet je wat ik ook zo leuk vond? Dat wij gaven veel geld uit aan de expo en de MIPIM en een grote stand en 100.000 euro's per jaar. En nu hebben we gezegd, dat gaan we dan even dit jaar niet doen en waarschijnlijk volgend jaar ook niet. Dan gaan we een webinaartje doen. En dan praat ik eens met Bjarke Ingels, de architect, en dan is met die en dan is met die. Daar hebben we nu 2.500-3.000 mensen die ons volgen. Als ik op de MIPIM wat mensen uitnodig voor een lunch, zijn dat er 50. Weet je, dus die outreach is nu heel anders. Ja. Veel internationaler, een hele andere groep mensen. Ja. Dus ik denk dat bij ons ook wel zo is. Wij gaan nooit meer al die 100.000 euro's uitgeven aan dat soort evenementen. De impact is gewoon te klein. Het is te oldschool. En er moet een soort nieuwe energie ontstaan om dingen op een andere manier te doen. Ja. Maar dat is misschien als er ook iets goed is aan. Want ik ben heel erg tegen het framen van dit als dat het goed zou zijn. Maar als er iets is, er zijn natuurlijk bepaalde dingen natuurlijk die al bezig waren. Ja. Een enorme boost hebben gegeven. Als corona als katalysator, als versneller. Ja, versneller bijvoorbeeld. Ja. Maar dan is het toch onderaan de streep helemaal niet zo slecht. Ik weet dat jij verzet tegen het idee dat dit, bijna het religieuze idee, dit is een gepaste straf voor ons gedrag. Nou, ik vind het deze ramp, bepaalde mate van arrogantie, of hoe moet je het zeggen, omdat er gewoon een heleboel mensen zijn die straks gewoon allemaal een baan kwijtraken. Ja. En dan vind ik, om dan hier te gaan zeggen van het is eigenlijk wel fijn en wel goed, dat vind ik niet. Ja, een beetje elitair. Beetje elitair, ja. Ja.
Heb je een laatste vraag aan Koen? Jazeker. We gaan afronden. Er is binnenkort verkiezingen. Ja. Nou, dat is, ik vind de VVD niet dramatisch, maar het is niet mijn partij. Maar de VVD, het zou natuurlijk kunnen zijn, het zou kunnen zijn dat ze groot worden en dat elke kabinet zit komt. Heel dit zit erin. Ja. Mark gaat jou, misschien is dat wel eens gebeurd, maar die gaat jou bellen voor een ministerspost. Als er een post zou zijn waarbij dat nieuwe plan van Nederland, waar ik het net over had, geschreven moet worden en geïmplementeerd moet worden. Waarbij we 100.000 huizen per jaar gaan maken, alle kantoren gaan herontwikkelen en al het andere vastgoed. Dan zou het moeilijk zijn om daar nee tegen te zeggen. Maar als je mij zou vragen, heb je nou echt politieke ambities? Ik kende onze minister van Volksgezondheid een beetje. En toen ik die in elkaar zat zakken, omdat een paar... Nou ja, Bruno. Bruno, exact. Als je zag hoe die ondervraagd werd, midden in een crisis, dan dacht ik, nou, dit is niet mijn wereld. Laat mij maar gewoon lekker mijn vastgoedding doen. Ja. En tegelijkertijd, als je die verantwoordelijkheid zou kunnen krijgen met een mooi team, die echt zegt, we gaan Nederland beter uit deze crisis laten halen, dan dat zou het moeilijk zijn om nee te zeggen. Maar het is, ik vind de politieke wereld niet een leuke wereld. Ik kijk daar niet naar uit om daar rond te lopen. Nou ja, je ziet dat het wel steeds meer gebeurt. Ik geloof dat het wel een populair idee is, wat je nu eigenlijk noemt. Een soort van zakenkabinet, ja. En bestuurders. Zo'n crisistijd zorgt er wel voor dat dat populair wordt, dat soort ideeën. Maar jij zei net, de crisis is nog niet diep genoeg. Dat geldt hier ook. Ja. Er zijn zoveel belangen, ook binnen de VVD. Er zijn zoveel mensen die dan zo'n plekje aan het zoeken zijn. Er worden ook buitenstaanders helemaal niet toegelaten. Dat is, het zou wel passen in jouw idee dat als er een crisis is, dat je 3-4 jaar even wat anders moet doen. Hè? Even het land weer op de rit. Dan ga je daarna weer geld verdienen. Zo is het. Lijkt me goed. Dankjewel voor je komst, Koen. Mooi. En we gaan afsluiten. Dankjewel. Top, mannen. Dat was de eerste opname van de eerste podcast. Die zit erop. Mooi interview. Nou. Heel toch? Leuk. Ja. Heel goed. Ja, Koen die, heeft wel wat te vertellen. Precies. Een bijzonder ondernemer. Ja. We hebben over een half uurtje hebben we de tweede gast hier staan, ja. David Hart. Ja. Die hebben jullie al een keer geïnterviewd. Ook een Rotterdammer, wel een ander type zou ik zeggen. Ja. Ja. Maar die heeft ook geen jasje aan en geen dag. Geen jasje aan, nee. Ik ben benieuwd, we gaan het zien. We hebben nu, gaan we naar de ronde tafels toe, dus ga daar heen. We hebben een aantal ronde tafels, ik zie er hier een stuk of 8 staan. Dus heel veel plezier en om 11 uur zijn we terug met David Hart met de quote podcast Eindgoed Vastgoed. Tot straks. Ja,